Hallo allemaal, dit is GST met podcast nummer 4 samen met Ridwan en Jan-Willem. Yo. Yo. En vandaag gaan we het hebben over de podcast die deze week... Over de Nintendo Direct die deze week op 11 juni plaatsvond. En het was weer een geweldige Direct om naar te kijken. En, maar het was niet alleen de Direct, de E3 heeft er plaatsgevonden. Precies, het was wat Willem net aangaf ook, de E3. Want Nintendo heeft dit jaar geen persco gehouden. Best jammer op zich, maar ze wilden zich vooral voornamelijk richten op... Zal het alleen maar om Nintendo Direct gaan? Hm? Gaat het alleen maar over Nintendo Direct waar we het nu over gaan hebben? Ja, want ik heb de enige gameplay footage heb ik van Direct. Dat is kut. Misschien maken we een andere... We kunnen wel over andere dingen praten, dan heb je het Cast Also Screen. Dat is het enige wat ik dan kan doen eigenlijk. Maar in ieder geval, Ridwan, over het algemeen. Wat vond je van de Nintendo E3 Direct? Nou, ik vond het sowieso wel leuk om te zien wat Nintendo nu in Mars heeft. Ja, wat ze gaan doen nu, wat uitkomt en zo. Dat is wel leuk dat ze dat eindelijk hebben, een beetje spellen uitkomen nu, zeg maar. Precies, maar, een beter line-up voor de Wii U. Maar het probleem is, ik wil Legend of Zelda zien. Ik, als er nou maar ook maar één glimpje van Legend of Zelda was gekomen, net als wat ze met Halo hadden gedaan, inderdaad. Met Microsoft. Maar dan zou je heel erg benieuwd worden. Dan was ik al blij geweest, want dan weet ik tenminste, oké, het komt. En jij Willem, wat vond jij tot nu toe van de Nintendo E3 Direct die je hebt gezien, over het algemeen? Ik vond het wel super goed. Ja? Niet teleurgesteld? Nee. Nou, ik ben wel teleurgesteld, maar dat is jullie straks lekker horen. Je hebt over alles teleurgesteld. We beginnen eerst met Mario & Luigi Dream Team Brothers, want we hebben eindelijk de final footage van het spel gezien. En nu beginnen een nieuw systeem. Yeah. Nu beginnen met een nieuw systeem, Get It or Let It. Nou, Get It is namelijk als spel gaat halen en Let It als je spel laat liggen. Nou, Ridwan, wat vindt... Ja, ga je het spel halen, Mario & Luigi Dream Team Brothers? Ja, ik ga het sowieso halen, dus ja? Het is een get it. Het is een instant get it voor jou? Het is een instant. En wat trekt het spel je aan? Waarom denk je, oké, dit spel moet ik gewoon halen? Ongeacht ik Superstar Saga of Partners in Time heb gespeeld of Bowser's Insta Story? Ja, ik vind het gewoon leuk hoe de mechaniek in het spel werkt, zeg maar. Dat je Mario en Luigi moet besturen, zeg maar. En nu is het vooral leuk omdat Luigi nu, zeg maar, al die droomkracht heeft. Je kan hem helemaal manipuleren in de slaap. Ja, dat is echt super leuk. En dat is super leuk gedaan. Klopt. En ook dat je kan rollen over een horde Luigi's en dat soort dingen. En dat je kan tilten met je 3DS. Ja, precies. Dat zijn allemaal van die speciale abilities die ze vast kunnen gebruiken, zeg maar. En superleuk uit. Willem, is het voor jou een Get It of Let It, Dream Team Brothers? Let It. Ja? Waarom? Ik heb echt gewoon geen reden. Ik wil het gewoon niet. Nee, je bent niet echt... Maar je hebt toch Superstar Saga gespeeld op de Game Boy Advance? Ja. En hoe vond je dat spel werken? Ik vond het een goed spel, maar dat wil niet zeggen dat ik op 3DS moet kopen. Nee, maar ik bedoel ook niet een beetje nostalgisch waarde? Misschien dat je een keer wil proberen, want ja, het is niet, het is niet echt nostalgisch, want ik heb alleen gespeeld op de emulator. Ja. Misschien houdt hij gewoon niet van de franchise, dat kan ook nog. Dat zou ook nog kunnen. Of het voor mij een get it... Nou, het is voor mij een get it, want ik wil gewoon eigenlijk de serie gewoon goed kennis maken met de serie. Ik zelf heb geen één van zulke spelletjes gespeeld. Zou het graag op de DS willen proberen. Is er uiteindelijk niet van gekomen, want jullie kennen mij, hè. Ik wil alles 100% uitspelen. En dat lukt niet als je een stapel spelletjes hebt. Nee, dat kennen ze niet. Nee? Maar nou, die kan eigenlijk 25.000 spellen klaar liggen die ik nog moet spelen en nog niet eens heeft aangeraakt. Dus. In ieder geval, ik ben heel benieuwd naar deze titel. Het spel komt namelijk uit op 12 juli en 2013. Nu hebben we ook de final footage. We gaan lekker over naar een ander onderwerp, want we hebben nu de final footage van New Super Luigi U. Ridwan, is het spel voor jou een get it of een let it? En welke versie zou je dan, als een get it is, halen? Nou, het is een... Voor mij is het denk ik wel een get it. Ja? Maar dan moet ik eerst Super Mario Bros. U halen. En ja? Ik weet niet wanneer ik dat ga doen, want er zijn nog heel veel spellen op mijn waslijst van games die ik nog wil halen. Precies. Dus... Dan ga ik sowieso de downloadable versie halen, dus de DLC. Niet de Alone Standing DLC. Want de Alone Standing DLC, die komt uit op 26 juli en de DLC, die komt uit op 20 juni. En, yes. Maar wat trekt het spel je aan, de DLC eigenlijk? Of de... Nou, het is gewoon leuk dat je een keer als Luigi kan spelen vooral. En de levels veranderen, zeg maar, heel erg. En Nabbit, wat vind je van hem? Als nieuwe character? Nabbit. Nou, dat is echt zo'n noob personage, weet je, als je gewoon niet kan spelen. Dat je gewoon hem kan gebruiken, gewoon als spek en bonen. Ja, precies. En Willem, is het voor jou een get it of een let it? Nieuw Super Luigi. Let it ook! Want waarom? Je hebt geen Wii U, hè? Ik heb nog geen Wii U, maar ik... Je bent wel van plan eentje te gaan halen, toch? Jawel, maar ik wil gewoon geen nieuw Super Mario Bros. Nee, je bent gewoon helemaal klaar met de serie. Ja. Wat was de... welk spel heb je wel gespeeld van een serie of helemaal niks? Met welk spel... Ja, kennis gemaakt. Ja, de Wii-versie. De Wii-versie. En wat vond je van dat spel eigenlijk? Want dat spel heeft zich voornamelijk gericht op de multiplayer. Niet zoveel aan. Nee? Dus het is hard as shit. Maar je bent dus wel van plan om een Wii U en een PS4 te gaan halen, dat wel? Ja.
Oké. Nou, dat was in ieder geval New Super Luigi U. De DLC komt uit op 20 juni 2013. En de retail versie komt uit op 26 juli 2013. Laten we nu overgaan, voor mij natuurlijk, of het een get of a letter is, ik ben mezelf helemaal vergeten. Nou, voor mij, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet nieuw Super Mario Bros. U nog spelen. Wat het ook een leuk puntje is, we gaan het spel let's playen. Toch Willem? Nee. Nee? Nou, Kamerik en ik gaan het sowieso let's playen. We zijn wel van plan te gaan let's. We hebben wat problemen, maar dat zal wel goed het komen, komt denk wel ik. Goed. Maar voor mij is het op het moment een letter, want het trekt me niet echt al te veel aan eigenlijk. Want ja, Nabbit als nieuwe character die kan spelen. Als Peck en Bonen, Luigi die wat hoger kan springen, sneller kan rennen. Het zijn nog niet echt van zulke gimmicks die me echt aantrekken. Maar goed, tot nu toe, ik denk gewoon een letter eigenlijk. Oké, nu gaan we over naar het volgende onderdeel. En dat is Pikmin nummer 3. Want ja, we beginnen gewoon games te zien die bestaan. Gewoon echt vaste spelletjes. En dit is voor jou een get it of een let it? Nou, het is een let it. Ja? Waarom is het een let it? Ten eerste vind ik het niet leuk dat je niet als oliemaag kan spelen. Spelen? Dat hebben we het al heel uitgebreid over gehad met de vorige podcast. Dat gaan we nu niet doen. Nee, klopt. En ik hou sowieso niet van die spellen dat je, zeg maar, anderen moet besturen. Al manipuleren eigenlijk, ja. Die Pikmin's. Maar er zijn wel nieuwe Pikmin's, hè. Een steen Pikmin, een vliegende Pikmin. Misschien dat je daar nog leuke gameplay mee kan maken. Ja, of ze maken een dik Pikmin, maar dat zou ik nog niet kopen. Inderdaad, maar het is inderdaad een letter voor jou. Ja. Fatman. Ja? Ja, een Fatman, ja. Maar wat ik wil zeggen, waar ik echt teleurgesteld om was, Pikmin 3 zou oorspronkelijk eigenlijk voor de Wii uitkomen. En dat spel nu zo lang is uitgesteld voor de Wii U is gewoon onbegrijpelijk. Nou kijk, als ze een Deckman maken, dan ga ik hem wel halen. Ja? Dan is sowieso een get it voor jou. Ja, dan is het een get it. Als ze een Deckman maken. Nou, ik deed dat voor Willem ook. Ja, dan loves dicks. Nou, hij loves Deckman. Maar Willem, is het voor jou? Wat waren die odds? Let it. Of voor als je een Wii U hebt? Let it. Ook. Omdat? Het spel spreekt me niet aan. Nee, totaal niet. Gewoon, heb je voorgaande spelletjes nog gespeeld? Ja, twee. En hoe vond je die werken? Kut. Ja? Ja. Maar als je het Pikmin zijn RPG in de hand houdt, ga je het wel halen, volgens mij. Ja. Wat voor nieuwe toevoeging zou je geven aan het spel, als je het naar jou toebehoren wil hebben? Call of Duty. Dus je Pikmin is alles strijd om Call of Duty bij mij, niet alles. Maar ja? Nee, er valt niets aan toe te voegen voor mij, ik koop het toch niet. Nee? Nee, ik hou niet van de franchise, ik hou ook niet van de manier van spelen. Of voor mij een get it of let it is, ik denk wel een get it. Ik wil gewoon een keer kijken hoe Pikmin is. Ik heb Pikmin 1 en 2 voor de Wii. Nou, ik heb 1 gespeeld. Nooit gespeeld? Ik heb 1 gespeeld, na het tweede level was ik het al zat, want ik vond het zo poep. Ja, of ik wacht gewoon lekker tot het spel afgeprijsd is. Maar voor nu is het voor mij wel een get it. Want ja, ik wil gewoon into de serie komen, ik wil gewoon met die Mongolen spelen. Charles, Betsy of hoe die freaking pedo's mogen heten, het boeit me niet. Maar het spel ziet er wel indrukwekkend uit voor de Wii U. Dat vind ik echt super mooi om te zien natuurlijk. En vooral de nieuwe gameplay mechanieken, dat je drankjes kan maken. Energy drank namelijk, dan worden de Pikmin's heel, heel erg hyperactief. Kunnen ze allemaal rare dingen doen samen. Ja. Precies. Oké, dat was dus Pikmin 3. Het spel komt uit op 26 juli 2013. Worden de Pikmin's dan groter als ze energy drink drinken? Ik denk het wel. En nu gaan we het hebben. Fat mensen hadden fat, hè? En nu gaan we het hebben over. Welke zal ik doen? Ik denk. Ja, Pokémon X en Pokémon Y. Holy shit. Ridwan, is het voor jou een get it of a let it? Nou, ik denk wel get it. Ja? Denk het of weet je het zeker? Ik weet het zeker. Ja? En je hebt dus ook gehoord, hè, dat er een nieuwe type is aangekondigd. De Fairy type type. Die super effectief is tegen draak. Die vind ik weer gay. Hoezo? Fairy type. Ik gebruik mijn fairy tegen jouw draak. Ja, het klinkt heel raar eigenlijk, maar. Maar kunnen ze fairy niet vergelijken met een psychisch soort? Ik weet het niet. Ik vind het gewoon een domme keuze. Dat beter een licht type kunnen zijn. Ja, denk ik. Want je dark zou een hele goede combo zijn met je light. Je houdt gewoon precies hetzelfde wat je al had. Maar dat denk ik ook van, in plaats van dat ze een nieuwe Pokémon hebben aangekondigd die fairy type kennen, hebben ze oude Pokémon laten zien. Waarmee ze types hebben verbeterd. Ze hebben één nieuwe laten zien. Nee, maar ik heb het over de oude Pokémon. Ik heb het over, ze hebben een Azumarill laten zien. En een Gardevoir die nu ook Fairy-type kennen. Ja, dat is heel raar. Als move, zeg maar. Als move. Niet als type, toch? Nee, als move. Ze hebben maar één Fairy-type geshowt, toch? Ja, ik zou Clefairy ook als Fairy-type willen kunnen zien. Maar de nieuwste, nieuwste Pokémon die de Fairy-types aankondigt is gewoon Sylveon. De nieuwe vorm van Eevee eigenlijk. Maar ik zelf vind het, kijk, het voegt wel wat diepgang toe in de serie. Want ja, je hebt weer een nieuwe manier om strategisch te zijn. En daar is Jan Willem gewoon freaking goed in. Maar er zijn, want straks ga ik 2 potjes tegen hem spelen. Maar er zijn hele mooie nieuwe Pokémon geshowt. Inderdaad. Zeg maar veel beter als de generatie. Voor mij is het absoluut, zeg maar. Voor mij is het absoluut een get it. Want ik ben gewoon heel erg opgepasseerd. Nee, maar het is gewoon. Maar, op georiënteerd, sorry. Ja, ook. Maar het is ook gewoon.
dat opgewonden gevoel wat je krijgt omdat er een nieuwe Pokémon-spel uitkomt. Dat voelt gewoon goed. Ja, het voelt gewoon goed, want er komen nieuwe Pokémons, een hele nieuwe regio. Een hele nieuwe type? Dat er een nieuw type komt, dat boeit niet veel. Maar het gaat wel om dat er sowieso nieuwe Pokémon zijn die kan vangen. Uh-huh. Er is een nieuwe storyline. Uh-huh. Dus dat betekent dan weer een half jaar lang. En dat betekent. Het is daar. Even over de vijanden. Er zijn twee. Net zoals met Magma en Team. Er zijn dus twee vijanden. De nieuwe Fairtypes aangekondigd. Go-Goat is niet de enige Pokémon waar je op kan rijden. Rhyhorn kan ook. Op bergachtige hellingen of zo, gewoon bergen. En Sky Battles. Volgens mij kun je ook nu diagonaal lopen. Inderdaad. Ja. En je kan met Skase kan je door de stad rond te dwarrelen. En je hebt Sky Battles tegen. Sky Battles. En daar gaat Rinald hier nu over inlichten. Nou, dat zijn dus. Je hebt twee soorten Pokémon die daar mee kunnen doen. Het zijn Pokémon die kunnen vliegen. Mm-hmm. Of het zijn Pokémon met Levitate. Inderdaad. Levitate is de ability die vliegpokémon kennen, zodat ze niet geraakt kunnen worden door Ground type move. Geen vliegpokémon. Niet per se vliegpokémon. Sommige Pokémon hebben een ability genaamd Levitate. En dat zijn Pokémon die niet geraakt kunnen worden door Ground type moves. Precies. Ja. En wat vind jij van? Wat vind jij ervan? Van het nieuwe vechtsysteem eigenlijk? Dat je in de lucht. Het is heel leuk gedaan. Grafisch ziet het er echt mooi uit. Het ziet er super gaaf uit. En je hebt zeg maar zo'n aanzicht dat je zeg maar beneden staat. Kijk maar hoe je Pokémon bovenaan het vechten zijn, dat ziet er super uit. Maar zoals ik al een keer eerder heb gezegd, ja? Volgens mij, die gevechten die zijn zo geanimeerd en zo goed. Heel mooi met 3D models. Ja, en precies. Die gevechten gaan volgens mij fucking lang duren. Inderdaad, dan heb je. Ik zit ook in. Hoe lang. Want als je die journey begint, ik heb een beginners Pokémon van level 5, dan is sowieso het eerste wat je doet trainen. Inderdaad. Maar als het echt zo lang gaat duren, dat gaat het niet worden. Ik ga sowieso die animatie uitzetten, denk ik. Dat is wel mogelijk. Ik ga dat echt niet uitzetten. Ik wil dat gewoon zien. Ik wil eerst gewoon letterlijk elke avond zien hoe ze dat doen. Ik heb letterlijk met Pokémon Black en White geen enkel animatie aanstaan. Gewoon alles uit. Omdat het gewoon lekker snel gaat doen. Maar in ieder geval, ja. Dus een nieuw vechtsysteem, dus dat je in de lucht kan vechten. En hordes Pokémon. Je kan met één Pokémon tegen 5 bijvoorbeeld Houndooms vechten. Ja, precies. Hoe vet is dat? Dus kijk, nu moet je. Dat is gewoon een XP troep, zeg maar. Huh? Een troep. Precies, een XP heaven is dat gewoon. Kijk, dus nu moet je ook een beetje opletten op de aanvallen die je Pokémon leert. En op de Pokémon die je bij je hebt. Ik bedoel, sommige trainers zullen uit het niet Sky Battles willen doen. En dan heb je gewoon een paar die eraan mee kunnen. Daar verdien je wel meer aan trouwens. Ja, dus daar moet je op letten. En ook bijvoorbeeld welke aanval je leert. Voor het geval er een horde Pokémon aankomt. Dan moet je bijvoorbeeld een aanval hebben die ze allemaal tegelijk raakt. Dat kan handig zijn. Je hoeft niet één voor één te slachten, zeg maar. Maar in ieder geval. Irritant. Dus voor jullie beiden is het een get it. Ja, absoluut. Ja, voor mij ook. In ieder geval de fairy type is aan. Ik ga I halen, ik ga niet X halen. Ik haal die hert. Ik haal I. Dus jij haalt X, ik haal I, Rillen haalt I. Ja. In ieder geval de nieuwe fairy. Ik heb het jongetje, je hebt het meisje. Inderdaad. Wat meisje. Wij hebben niet. Ik zijn eigen zoon. Jullie hebben meisje, ik heb het jongetje. Maar in ieder geval dus de nieuwe we hebben ook een release datum, maar daar kom ik zo even op. Maar mij gaat het om de legendarische Pokémon eigenlijk, dus niet voor de, je weet wat. En wat ik ook zou willen als laatst is namelijk dat er nieuwe evoluties komen op bestaande Pokémon. Dat vind ik ook vet. Dat vind ik wel mooi, ja. Zoals Electifire en Magmortar, dat zijn gewoon geweldige toevoegingen. Ja, precies. En Dusknoir. Is het bekend wie dan? Wat heb je dat morgen gearticuleerd, Willem? Ja. Maar in ieder geval dus, wat het spel dus nieuw maakt, een nieuwe regio, twee nieuwe vijanden, twee nieuwe vijanden, Fairy Type, luchtbattles, hordes Pokémon, nieuwe Pokémon die worden getoond. In ieder geval een super vette spel om naar uit te kijken. Volgende onderwerp, want we zitten veel te lullen. Het spel komt uit op 12 oktober 2013. Laten we nu gaan naar het volgende, A Link to the Past 2. Dat was de naam eigenlijk voor de nieuwe Legend of Zelda voor DS. Nu heet het A Link Between Worlds. Inderdaad, het is een hele vette titel met een hele vette logo erop voorop. En ik ga gelijk aan Rinald vragen, die Zelda expert is. Ga je het spel, is het een get it of een let it? Nou, het is een get it. Ja? Terwijl ik het eigenlijk wil ledden. Hoezo? Terwijl ik het eigenlijk wil ledden. Hij heeft groot gevoel dat hij moet kopen. Nou ja, precies. Want ik vind het er zelf niet zo super mooi uitzien. Denderend. Het ziet er wel grappig uit om gewoon een keer te spelen. Maar ik ben een Zelda fan. Dus, ja? Het gaat om dus de titels Legend of Zelda. Inderdaad. En poppetjes Link. Inderdaad. Dus daarom moet ik het spel halen. Dat is gewoon een formule die gewoon wordt toegepast door dit man. Ja. Willem, want jij bent ook... Ledded. En waarom is het een letter voor jou? Omdat het kutspel is. Hoezo? We hebben het ziet er niet mooi uit. Nee? Het ziet er niet mooi uit. Ik,
Oké, we gaan het dus nu over naar mij. Voor mij is het duidelijk een get it. Want de Legend of Zelda, ik vind de 3D Legend of Zelda is gewoon niet overzichtelijk genoeg. Dit spel is voor mijn gevoel de beste Zelda game ooit. En nog origineel ook, als je het gaat kijken. Nee, maar jij wordt afwaard als je een keuze moet maken. Inderdaad. In ieder geval, ik vind het 3D effect gewoon wonderschoon. De wereld ziet er prachtig uit. Een nieuwe story die wordt toegevoegd. Vijanden om helemaal in elkaar te rammen. Wanneer je vijanden in elkaar staat, zie je doodskop in de lucht vliegen. Wat is met 3D effect? Nee, maar met 3D-effect. En nu heb je een nieuwe toevoeging. Nu kan je in de muren gaan. Precies, die tekening. Dat is het beste systeem ooit. Maakt veel meer diepgang in de puzzels. Het is een geweldig spel om naar uitkijken. En wanneer komt het spel uit? In november. En dat is ook met Legend of Zelda hebben ze altijd een hele gevatte titel. Link Between Worlds. Het komt omdat Link nu in muren kan gaan, dus of in andere werelden, zeg maar. Inderdaad. Ik heb nee, in de originele spel Link to the Past kon hij reizen door werelden. Ja, dat weet ik. Maar nu is het zeg maar dat je... A Link Between Worlds. Nu is het tussen werelden in. Dus misschien kan hij nou ook weer van werelden. Ik hoop het maar. Het is in ieder geval een geweldspel om naar uit te kijken. Ja. En nu komt er een teleurstelling, want jullie wisten waarschijnlijk al, we hebben een titel voor de nieuwe Yoshi Island en die heet Yoshi's New Island. Redon, is het een get it of een let it voor jou? Oh, het is een let it. Waarom is het een let it? Ik haat de art van het spel. Ik ook. Anders had ik het misschien nog een beetje kunnen overwegen om het te kopen als ze hetzelfde hadden gehouden. Maar nu is het zo bullshit. En ook de nieuwe gameplay toevoeging. Je hebt een ei die heel groot is en die kan je gooien. Wat voor nieuws heb je eigenlijk? Hoe scheidt hij dat uit? Dan wil ik echt weten hoe hij dat uitpoept. Dat is fantasie. Ja. Hij vindt die eigen, toch? Waarschijnlijk, ik weet niet, hij slokt super grote Shy Guys in één keer op, ik weet niet hoe. En die gooit hij gewoon. Ja, ik... Voor mijn gevoel... Wie heeft het dan uitgepoept? Wat voor toegevoegde waarde heeft het spel eigenlijk? Willem, is het een get it of een let it? Nee. Omdat... Nou, het is niet heel weinig spellen die je echt hebt aangetrokken, of niet? Nou, ik ben gewoon geen fan van al die games die jij nu net aankondigt. Nou, de goede komen ik ben, zo. Ja, de goede komen zo. Maar in ieder geval... Nou, die Kamerlijk is het een get it of let it. Voor mij is het echt een let it. En dat zeg ik niet vaak bij spelletjes, want ik wil gewoon zo diversiteit aan aanbod van spelletjes hebben. En dat gebeurt gewoon niet met Yoshi's New Island. Kijk... Wat voor nieuwe toevoeging het spel heeft, Baby Mario die komt erin, vijanden weet veel hoe het eruit ziet en de artwork. Daar zijn de fans zo blij mee dat Baby Mario erin zit. Ja, inderdaad. Ja, dat is nostalgisch. Hè. Dat is niet nostalgisch. Ja, voor de oudere zit alleen maar te krijgen. Ja, voor de oudere fans dan bijvoorbeeld, weet je, die zouden het wel nostalgisch vinden of zo op de een of andere manier. Zal ik het even naar doen? Ja, ik weet hoe het klinkt. Ja, inderdaad. Maar ik hoop in ieder geval dat ze wel... Ik hoop in ieder geval wel dat dezelfde basis zullen gebruiken en nieuwe elementen zullen toevoegen, want die grote eieren heb je gewoon niks aan, eigenlijk. Yep. Nou, we gaan nu lekker over naar het volgende onderwerp. Wanneer het spel uitkomt, is tot op heden nog onbekend. Gelukkig wel. Nou, we hebben eindelijk beelden gezien van... We hebben eindelijk beelden gezien van The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Dat is trouwens de nieuwe titel. En Ridwan, is voor jou een get it of een let it? Het is voor mij een let it. Oké, hou even op. Het is voor mij een let it. Ja? Dat komt omdat... Let it! Ja, dat komt omdat ik al de Wind Waker heb. Ik heb de oude versie voor de Gamecube. Daarom ga ik hem niet halen. Ze hebben één nieuwe toevoeging. Het is 2-2-2. Je zegt net dat je elk Legend of Zelda gaat kopen als een Link voorkomt. Maar dit is alleen maar een remake. Ik heb die remake niet nodig. Ik heb toch al de Wind Waker. Waarom zou ik hem dan kopen? En hij heeft de Limited Edition Wind Waker. Ja, waarom zou ik hem kopen als ik al de Wind Waker heb? Ja, want er zijn namelijk twee nieuwe toevoegingen. Ja, alleen je hebt alleen een fles. Dan ga je... Ik vind het wel grappig trouwens, maar... Het voegt niks toe. Letterlijk helemaal... Wauw, ik gooi een fles. Oké, okay, ja, ik ben Karel. Ik leg het wel even uit. Oké, je schrijft op een fles, ik ben Karel. Inderdaad. Dan gooi je die fles in het water. En dan kom je later terug en dan ligt die fles weer aan het land. En er staat fuck jou. Ja, precies. En dan staat er fuck jou. Nou, die persoon heeft een persoon die dat heeft gevonden, teruggeschreven, zeg maar. Ja. En dan ga je zo en dan ga je weer verder schrijven. Ik ben jouw moeder. En dan doe je fles weer in het water. En dan ga je zo praten. En dat is gewoon niks. En je kan sneller varen uiteindelijk. Er komen helemaal geen nieuwe dungeons. Ja, precies. Weet je trouwens al? Dus dan heeft het voor mij toch geen reden om het te halen als ik het spel al heb. Ja, mooiere graphics. Maar wist je trouwens al dat er dungeons in het spel... Kijk, omdat het spel zo snel gemaakt is, konden ze geen dungeon meer in het spel voegen. Heel veel mensen dachten, dit wordt in met DLC's toegevoegd. Ja, is niet zo, maar... Als ze de dungeons in hadden gedaan, dan had ik het wel. Maar de DLC's zijn al verspreid over de Twilight Princess Skyward Sword. Die zijn al gebruikt. Dus exactly. Vandaar... Willem, is voor jou een get of a let it als je een Wii U zou hebben? Let it. Waarom? ik ben ook geen fan van Legend of Zelda. Nee? Zoals ik net al zei, je komt met spellen die mij niet aanspreken. Nog, ja. Ja, ik zeg, ja, op dit moment kom je met spellen die mij niet aanspreken. Legend of Zelda is een goed spel. Ja. Ik ben verbaasd dat Redland hem niet koopt. Uh-huh. Maar ik vind het wel knap gedaan van Nintendo dat ze nu een remake hebben gemaakt. Ja, ik vind het wel lui.
Het is wel lui. Het is wel... Ja, maar voor zover ik weet, dit in de Xbox dat. Ja, HD remakes. Want voor zover ik weet... Ja, maar Nintendo kon niet anders. Ja, maar kijk, voor zover ik weet, is de Wii U, heeft de Wii U nu maar één HD remake gemaakt. En dat is dan die of Zelda. Ja, kijk, de eerste Wii die heeft dan een HD versie gemaakt van Mario Power Tennis. Ja, je kan niet echt een remake qua graphics, maar een remake qua gameplay. Ja, ook goed, maar ik vind toch wel dat de Wii U het goed gedaan heeft met de Wind Waker. Ik ga niet kopen, want ik ben geen fan van de Legend of Zelda franchise. Dat begrijp ik. Maar, ja. Het ziet er wel goed uit, ja? Die koude, Get It The Planet. Voor mij is het duidelijk een Get It, want ik heb het spel zelf niet voor de GameCube gehad. Nee. Dus niet origineel. En ik vind de looks zien er voor mijn gevoel. Het spel hoeft niet deze remake gehad te hebben eigenlijk. Het spel ziet er gewoon goed uit. De GameCube had zelf al hele goede graphics. Daarom! Het spel was al zo geprezen door zijn cartoonen stijl. Dus waarom hou je het gewoon niet? Waarom per se die. Ja, ik vond. Majora's Mask Remake veel beter geweest. Inderdaad, voor de DS. Dat zei ik ook al in een van de filmpjes. Dat had jij liever voor de DS gehad, toch? Ik had liever een Majora's Mask remake dan ook Ocarina of Time. Nou, had je liever voor de DS of voor de Wii? Als je nu gaat kijken, dan had ik hem. Dan zou mogen als een remake komt. Majora's Mask. Ja? Veel liever Majora's Mask. Als er een Wii remake komt van Majora's Mask op de Wii U, dan koop ik die wel. Ja? Want dus Majora's Mask wel? Ja, want ik vind dat wel een mooi spel. En ja. Waarom vind je dat dan toevallig? Het lijkt aardig veel op Pikmin, dat weet ik, maar... Dawn of the Day. 72 hours left. Maar in ieder geval, het is gewoon een hele lui set van Nintendo geweest eigenlijk. Want het spel die bestaat al. Dan denk ik, oké, we gaan het voor HD maken. Maar oké. Snap ik. En dan hebben ze dus HD remake gemaakt. En ze verpatsen hem letterlijk voor 60 euro. Ja, dat klaar. Is het. Volgende onderwerp. Dat was in ieder geval Legend of Zelda. Inderdaad, Wind Waker. Het spel komt uit in oktober. En laten we nu overgaan. Ja, ik ga namelijk voor volgorde met de release. We komen zo op het onderwerp van Willem af. We beginnen met Donkey Kong Country Tropical Freeze. Niet Freeze, maar let Freeze. Sta mij over, let it. Ja, heb je ook niet echt... Nee, let it. Doorgaan. Ridwan, is het voor jou een get it of let it? Dit is moeilijk. Ik vond Donkey Kong Country... ja, Returns echt. Vond ik wel leuk. Geweldig spel, spelen. Niet op de multiplayer. Nee, dat was ook wel leuk, maar dat was heel erg frustratie. Oké, even kort. Pak de moeilijkheid van Returns. Doe dat keer 500. Yep. En dan heb je de moeilijkheid als je tenminste 2 speelt. Inderdaad. Het spel maar, is... oké. Tropical Freeze. Ja? Ik denk dat het een let it is voor mij. Het heeft de titel van een ijsje. Ja, nee, ik dacht meer aan een drankje toen ik het hoorde. Tropical Freeze. Maar ja, ook goed, ijsje dan. Ijsje of een drankje. Dank, sorry. Maar in ieder geval, over het algemeen, de nieuwe gameplay mechanieken die zijn getoond. Want het spel is dit keer niet alleen maar in 2D. Je kan ook nog in 3D switchen. Wat er ook heel vet uitziet trouwens. Maar voor jou dus een let it. Yep. Niks verder aan toe te voegen? In Returns kon je blazen, wat kan je nu ook alweer? Trekken. 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 Okay. Eerst kon je blazen, nu kan je vappen. Ja. Inderdaad. En nu komt het bij mij dus. Is het voor mij een Get It or Let It? Nou, ik heb Donkey Kong Returns letterlijk plat gespeeld. Het was een geweldig spel. Niet om te multiplayer, dat is gewoon een frustratie op zijn best. Je hebt het plat getrekt. Inderdaad. Maar ik heb letterlijk de aap uit de mouw gehaald. Maar waar het om gaat eigenlijk met Tropical Freeze, ik was ook teleurgesteld, maar toch ga ik hem als een gekke maf kopen. Maf. Maar wat voor nieuwe toevoegingen zijn er eigenlijk vertoond? Je kan zwemmen en je kan trekken. Zwemmen is voor mij het belangrijkste element, waarom ik het spel koop. Dat is toch niet bijzonder eigenlijk? Je jawel, Donkey Kong, in geen enkele seks heeft een aap gezwommen in Country Returns. Geen enkele. Heel erg demotiverend voor mij eigenlijk, want dat waren juist de levels waar Donkey Kong Country... Iedereen haat waterlevels. Dat is waar. Iedereen haat waterlevels. Maar als Retro Studios eraan werkt, dan is het gewoon een fantastische ervaring. Iedereen haat waterlevels. En wat ik ook graag wil zien, maar ik denk dat het niet zo is... Iedereen haat waterlevels. Precies. Maar ik bedoel, waar zijn de dieren? Ik heb geen eens een Rambi gezien. Waar is Rambi? Je hebt twee apen gezien. Ik denk dat... Drie apen. Ja, drie. Dixie Kong, Diddy Kong en Donkey Kong. En er komt zelfs een nieuw personage. Of die nieuw is of niet, één van twee, maar er is dus nog één personage. Die moet maar worden kijk, toegevoegd. Ik denk dat de dieren... dit is een beetje backstory about Rare. Ja. Rare maakte eerst Donkey Kong. Met Nintendo. Nee. Jawel, toch? Donkey Kong is van Nintendo en Retro maakt een spel voor. Ja, zo. Ja. Maar Rare is overgekocht door Microsoft. Inderdaad. Dat was de gayste, faggotste... grotigste move van Microsoft ooit. Ja, en wat vind je van Willem? Dat Microsoft Rare heeft overgekocht. Dus ik denk dat die dieren... ja, het boeit me niks. Ik heb toch geen Wii U. Kijk, ik denk, dat die dieren, dat die van Rare zijn. Dat denk ik de dieren niet. Zijn, de, nee, de vijanden zijn van Rare.
Okay. De vijanden. Sommige dieren. Ja, dan begrijp ik gewoon niet waarom ze er niet in doen. Nee, sommige dieren. Nee, je hebt wel gelijk. Ik denk wat Rillen dus zegt: alle dieren behalve Remy en alle vijanden zijn van Rare. En Rare heeft de licentie. En de licentie is van Ubisoft, want Ubisoft is Rare. Daarom mogen ze. Daarom mag Nintendo dus niet de dieren in doen. Dus als jij een fan bent van Donkey Kong Tropical Freeze, het is niet de schuld van Nintendo. Inderdaad. Ik ga ze behalen. Het spel komt wel uit in december. Het is de schuld van Microsoft, dat jullie het weten. Sorry, het spel komt uit in november. Excusez-moi. We gaan nu over naar het volgende onderwerp. Een onderwerp die Willem weer niet zal boeien. En dat is namelijk Super Mario 3D, miauw. Nee, het is Super Mario 3D World. En Riddle gaat jullie alles over vertellen. Is het een get it of een let it voor jou? Het is voor mij een get it. Ja? Nou, leg eens uit. Waarom is... Huh? Het zag er leuk uit. Klaar. Einde. Punt. Nee, ik vond de nieuwe kracht wel super grappig. Miauw, echt geweldig. En Willem heeft namelijk ook een kat. En ik denk dat hij wel, dus zich wel aangetrokken voelt tot de serie. Toch, Willem? Dat dank je. Want als ik een kat heb, dan wil je dus zeggen dat ik me aangetrokken voel door het spel. Nou, maar kijk, ja. Kijk. Ik associeer dat met elkaar. Ik vond alle aanvallen, die idee. Ja. Ik vond het heel erg lijken op de spin dash van Sonic, zeg maar. Ja. Als die in de lucht springt, dan kan hij zo met zijn klauwen aanvallen. En dat leek heel erg op de spin dash van Sonic. Inderdaad. Ik vind het een leuke toevoeging, maar meer niet. Bij dit. En nu kan hij tegen muren aanklimmen. Ja, wat vond jij eigenlijk van de nieuwe power-up, Willem? Dat zeg je net, ik vind het interessant. En de nieuwe... je kan met Princess Peach spelen, ze is eindelijk een keer niet gekidnapt. Nee, inderdaad. En deze wordt gekidnapt, shit. En je kan met Luigi, en je kan met Toad, en je kan met Peach. Okay, maar wat dus net Super Mario Bros. Alleen dan in 3D. Even over de personages. Peach kan zweven in de lucht, Toad kan sneller rennen, Luigi kan hoger springen, Mario is standaard. Inderdaad. En gezondheid. En de nieuwe power-up, de kattenpower-up, die heel geweldig is. Natuurlijk. Cat Mario. Die kabinet, get it or let it. Duidelijk een get it. Ik voor gezondheid. Ik ben wel eerlijk, toen ik het spel voor het eerst zag, dacht ik nee. Want voor de E3 dacht ik, laat Nintendo alsjeblieft geen vervolg maken op 3D-land. Laat ze alsjeblieft een Galaxy 3 maken. Nou, wat gebeurt er dus? 3D-land en Riddle weet vast wel. Ik vond het echt grappig, jouw reactie. Hè? Eerst vond je het zo kut. Ja. Toen keken we de trailer nog een keer en toen zei je, oh, dat spel is geweldig. Inderdaad. Maar ik bedoel, Willem, want jij houdt dus helemaal niet van sidescrolls eigenlijk. Maar 3D World is dus ook 3D. Dan kan je dus samen met je vrienden in een 3D-omgeving spelen. Wat vind jij eigenlijk daarvan? Want 2D hou je niet van, maar 3D kan je heel veel leuke dingen mee doen. Toch? Het spreekt me gewoon niet aan. Nee, ik bedoel, wat vind je van een nieuw idee? Ja, het spreekt mij gewoon niet aan. Het idee vind ik, ja... Maar je kan er toch wel een beetje over meepraten? Ja, maar er valt niks over mee te praten als je niks interesseert. Dat is waar. Oké, dat was het niet. Ja, het spel is leuk. Ja. Voor spelers zoals jullie twee. Ja. Die power-up Cat Mario, dus leuk bedacht, ook gewaagd. Want ik had dat niet verwacht, Cat Mario. Nee, ik ook niet. Dus de volgende wordt waarschijnlijk Doc Mario. Inderdaad. En dan Dragon Mario. De ultieme kracht. Maar het interesseert me gewoon niet. Spel interesseert me niet. Ik zou het zelf niet kopen. Maar ik ben een hardcore gamer. Jullie zijn softcores. Nou, ik ben wel hardcore in het spel 100% uitspelen. Dat dan weer wel. Ja, maar daar heb ik het niet over. Ik ben middlecore. Ik heb het over hardcore als in graphics is alles. Maar in ieder geval, Super Mario 3D ziet gewoon vet uit. De nieuwe characters hier, ja niet nieuw, maar gewoon bestaande characters. Maar wat mij wel opviel is dat er geen rode Toad is, maar een blauwe Toad. Heb je dat ook opgemerkt tijdens het trailer? Misschien kun je dat kiezen. Nee, blauwe Toad was toen echt default. Oké, nou dat is altijd wel. Dat boeit me niet. En je hebt natuurlijk ook de transparante buizen. Je kan dit keer zien wie er in de buis gaat. Okay. Ook altijd heel leuk om naar te kijken. Miao. Dat kan ook nog leuke toevoegingen toevoegen. Nou, het spel komt niet wel uit in... Miauw. Het spel komt niet wel uit in december. Nu gaan we... We komen bijna op je onderwerp, Willem. We moeten eerst het gaan hebben over Mario Kart 8. Riddan, wat vond jij van... Is het een get it of een let it voor jou? Dat is ook een onderwerp, man. Nou, dat is een get it voor mij. Ja? Ja, sowieso. Nou, ga maar door. Het is een nieuwe Mario Kart. Geweldig, toch? Het is dat zeker... zijn de shit. Er zijn de system sellers voor de Wii U. Die spellen zijn gewoon geniaal. En nu kan je zeg maar hoveren in de lucht en shit. Onder water. En onder water ook. Maar... Kijk, ze hebben Mario Wii en Mario Kart 7. Die hebben ze een beetje gecombineerd, vind ik. Met een hovercraft. Inderdaad. Power. Je kan nu zeg maar tegen alle oppervlaktes aanrijden. Inderdaad. En het is voor mijn gevoel, ik word helemaal duizelig, maar... Kijk, je kan nu in water rijden. Ja. Je kan hanggliders gebruiken. Ja. En je kan nu hovercraften. Inderdaad. Willem, is het voor jou een get it of a let it? Get it. Ja? Nou, wat vind je zo leuk aan het spel? Want wat er net aan... Want ik heb Mario Kart Wii ook gespeeld. En dat vond ik zelf ook een heel leuk spel. En ik vind dat echt... fun. Klaar. Ja, maar ik vind het spel sowieso heel erg leuk. Maar de graphics die zien ook heel erg mooi uit. Voor de Wii? Voor de Wii U. Nee, maar... Oh, oké. Ik dacht dat je over Mario Kart was over Mario Kart 8.
En Mario Kart 7, heb jij dat spel trouwens gespeeld? Want wat Dylan het aangaf, de meeste elementen uit Mario Kart 7 hebben ze ook gebruikt voor Mario Kart 8. Maar even iets, je zag in de trailer, zag je op het einde. Ja. Volgens mij was dat een soort van Nitro-achtig iets dat hij gebruikte. Ja, ik zag het ook zo. Ja, opeens ging hij heel erg een blauw iets blauw zetten, kwam uit de auto. Ja. En dus opeens ging hij heel snel rijden. Dus ik denk dat ze iets van Nitro of zoiets in de auto. Ik hoop het. Een nieuwe power-up wellicht. Ja, precies. En Waluigi zit er eindelijk in. Ik baalde zo erg dat Waluigi niet in Mario Kart 7 zat. Daar baalde ik als fan echt van. Ga je er mee spelen? Nee. Nee, ik speel met de Mario. Met de Mario is mijn bro. Maar in ieder geval, dus het spel ziet er gewoon letterlijk gorgeous uit. Ik heb er gewoon weinig over. Vooral de lichtinval. Waar ik wel weer teleurgesteld over was. Was namelijk zo dat er twee stages of twee parcoursen uit Mario Kart 7 werden geplukt. En dat waren juist de lelijkste. Piranta plantkoers en een musical park koers. Het waren beide lelijke koersen, maar in ieder geval. Mario Kart 7 ziet er in ieder geval geweldig uit om te spelen. Ik heb echt hartstikke veel zin in de nieuwe omgeving. Dat je helemaal met loopings kan, et cetera. En ja, voor mij is het duidelijk en get it. Mooi. Ja, het spel komt uit. Good for you. Het spel komt uit in spring 2014. Gaan we dat samen een keer online spelen? Ja, we gaan dat hopelijk ook. Met z'n drieën. Ja, met z'n drieën. Ja, inderdaad. Het spel, even een nieuwe toevoeging, dat is trouwens ook met 3D World. Je kan filmen. Holy shit. Dus dat is wel nieuw. Je kan filmen en die gameplay footage die je dan hebt gefilmd, die kan je op Miiverse plaatsen. Je hebt en geen kunnen... Shiroxio show meer nodig, joh. Eigenlijk niet, maar je kan een beperking tot 10 minuten eigenlijk. In ieder geval, dat was Mario Kart 8. Niet het spel komt meer uit... als 10, niet dat jij meer dan 10 minuten filmt. Zo. Inderdaad. Het spel komt uit op in de lente van 2014. Laat nu overgaan dat Willem wel aanspreekt. Mario Kart 8, die sprak me ook aan. Oké. Okay. Monolith X, Monolith Soft. Willem, wat voor... Xenoblade. Ja, X, Monolith Soft is eigenlijk Xenoblade 2 voor de Wii U. En ik begin dit keer met Willem. Is het een Garrett of een Lennon? Het is een hele dikke vette Garrett. En waarom is het een hele dikke vette Garrett? Omdat het spel er fantastisch uitziet. Het lijkt net Monster Hunter. Ik dacht eerst, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik meteen aan Monster Hunter 4. Maar dan meer wat geavanceerder en meer in de toekomst. Ik zat ook te denken aan Monster Hunter. Ik zag die monsters. Dus ik dacht aan Monster Hunter. Maar ik zag ook de robots. Dus ik dacht aan de toekomst. Dus ik dacht Monster Hunter 4. Toen ik zag dat het een grote X was, dacht ik, de eerste wat in me opkwam was Xenoblade Chronicles. Inderdaad, en dat is het uiteindelijk gewoon. Maar het spel ziet er gewoon zo mooi uit. Echt, het is echt gewoon fantastisch. Dat de Wii U met dit soort games aan kan komen, dat is gewoon echt geweldig. Inderdaad, het is trouwens gemaakt door Platinum Games en die... Door Platinum Games? Ja. Nintendo heeft dus een contract. Ja, ik dacht wel Platinum Games. Ja, dat was Platinum Games? Ja, volgens mij wel. In ieder geval, wat Willem net aangaf, het spel zag er werkelijk fantastisch uit voor de Wii U. Maar. Dus die open world view, dat is echt. Het is net Skyrim op het hoogste niveau. Inderdaad. Ik bedoel, en ook die robot. Wat vind je trouwens van die robots? Want jij bent Monster Hunter 3 Ultimate gewend op de DS. Wat vind je dan? Het zijn een soort van mech suits ofzo. Het zijn een soort van, het zijn die pakken waar, ja, het zijn van die vliegpakken, zeg maar. Ja, maar ik vind het ook toepassing, zeg maar. Maar waar ik echt niet op kan wachten is dat het, wat ik zelf wil, is dat de wereld heel erg open is. Dat je gewoon zelf... Overheen komen waar je wil. Gewoon met je free roaming. Free roaming, ja. En dan zelf kan exploren. Dat wil ik echt hebben in dat spel. Want het is uiteraard echt een dikke RPG waar je mee speelt. Dat doe je. En ik hou van RPG's. En ik denk dat je er echt talloze uren aan zult... In het hoofdstuk, waar heb je last van? Nee, ik laat jullie even uitpraten. Want wat vind jij? Want ja, kijk, ik vind het... Voor mij is het op dit moment een beetje een let it. Ja? En ik zit te wachten. Ik zit te wachten op... Ik wil misschien, als het open world is, een beetje open world-achtig stijl, dan wordt het wellicht een get it. Waarom wellicht? Wat spreekt ik jou niet aan? Ik weet niet, ik weet... Kijk eens, nu kunnen jullie zien dat er zo'n groot verschil is tussen softcore en hardcore. Nee, luister, ik zit gewoon... Hij koopt het niet, waarom koop je het niet? Ik koop het misschien. Oké, waarom koop je het misschien niet? Ja, ik weet niet, ik heb niks met het spel. Ik kan er geen reden voor bedenken. Nee? Het spel ziet er mooi uit. Ja, daarom, maar... Ja, ik... Misschien wil ik eerst uitgekeken zijn op Monster Hunter, totdat ik dan aan dat spel ga beginnen. Ik denk dat het wel is. Maar zijn er trouwens, ik vraag het even aan je Willem, want hij heeft hier zeg maar wel in verdiept. Wat voor grote verschillen zijn er eigenlijk tussen Monster Hunter en Xenoblade? Nou, dat is 20.000 keer zo mooi volgens mij. Dus Monster Hunter, dat is meer... Gericht op monsters. Dat is meer gericht op het jagen van monsters en dat soort dingen. Ik denk dat Xenoblade meer... Het is sowieso een next-gen console, dus dan denk ik echt van... Laat het zien. Het is een next-gen game, een next-gen console. Kijk, Monster Hunter. En een next-gen exclusive. En een exclusive. Dus dan denk ik van, ja, maar dat is Monster Hunter eigenlijk ook.
Nou, Monster Hunter was eigenlijk, daar weet ik niet meer van. Monster Hunter is voor de PlayStation 2. Oh ja, dat toen was gemaakt toen door. Toen kwam het voor de Wii. Ja. En toen op de Wii U. Inderdaad. Toen kwam Monster Hunter. Ik had die ook op de Wii, maar die deed ik niet. Nee, klopt. Voor mij ook niet. Die van mij, maar dat is een verhaal apart. In ieder geval, of het voor mij een Gerrit van Leven is, voor mij is het duidelijk een Gerrit. Want ik wil gewoon meer te weten komen van het spel. Ik wil gewoon even die Mario gekheid wil ik gewoon wegduwen. Van op dit moment echt van alles iets uitproberen. Nee, maar serieus. Ja, de 3DS en de Wii U bieden mij gewoon het maximale. Kijk, de Wii was gewoon duidelijk wat Willems aangaf, echt gewoon softcore. Ik had niet echt spelletjes op de Wii waarvan ik dacht, oké, behalve Country Returns dan. Dat gewoon echt, wauw, dit spel speel ik gewoon continu 24/7. Maar de nieuwe Xenoblade zag ik en gewoon. Brawl dan? Ja, Brawl zeker. Als je met vrienden gaat spelen, dan ga je echt uren aan beleven. Maar ik bedoel, Xenoblade 2 of X-Monolith Soft, geweldspel. Die robots, die characters, die omgevingen. Die omgeving maakt het hem helemaal compleet. Ja, inderdaad. Het spel komt in ieder geval uit in 2014 en ja, het is gewoon geweldspel om naar uit te kijken. Laten we nu overgaan naar het laatste onderwerp alweer, want ja, het spel waar we alle op gewacht hebben, het spel waarvan we dachten... Nee, nog niet. Wat dacht je van Bayonetta 2? Oh, maar daar heb ik geen gameplay footage van. Oh. We kunnen wel over Bayonetta 2 gaan praten. Nee, als je geen footage van hebt, ja, ik zijn er tegen die cowboy. Maar je mag wel... En dat is 18 jaar ouder, hè? Dus als je daar gameplay footage van laat zien, dan zullen sommige kijkers... Maar ik doe dan nu console screen. Speciaal voor Willem doe ik nu console screen. Wat vind jij van Bayonetta 2? Want dat spel is ook aangekomen. Ik heb Bayonetta 1 nog niet gespeeld. Uh-huh. Want dat spaart me niet aan. Maar toen ik het daar... Ja, waarvan kan het spel eigenlijk vooruit, Bayonetta 1? 360, toch? 360. Alleen voor die exclusief? Nee, dat weet ik niet. Maar ik heb wel titels... ik heb box art zien liggen in winkels van uh-huh. Bayonetta 1 voor de Xbox 360. Ik ben helemaal niet bekend met de serie. Echt. Ik ook niet. Maar toen ik de direct keek en ik, ja? zag, die, en ik zag in één keer van... Ik zag in één keer je zo'n god van licht. Ja. Een beetje, die ging wel slaan en zag je een wijf. Ik had geen idee wat het was. Nee, ik ook niet. Ja, ik wist meteen dat het Bayonetta was. Ik heb wel wat filmpjes van Bayonetta. Maar toen ik wat gameplay zag, dacht ik van wauw, dit is ook wel een heel mooi avontuurspel. Maar wat voor genre is het eigenlijk? Ik denk hack and slash. Ik denk avontuur hack and slash. Ja? Want het spel trok me echt helemaal. Ik vond het gewoon te seksistisch. Die trailer af vond ik al te seksistisch. Ach man, wat ben je voor een pussy, joh. Ja, maar Bayonetta 2, ik ga... Wat, oh, waarom... Oh. Eerst ga je apen associëren met Marokkanen. Nu ga je Bayonetta... Ja, ik weet het. It's a Jersey thing. Ja, bastard. Inderdaad. Maar Bayonetta 2 is voor mij... Dus voor jou duidelijk een get it. Voor jou duidelijk. Toch? Of niet? Ben je serieus? Ja. Ja, en voor jou? Ja, het is een get it. Abdullah? Ja, en voor jou, Ridwan? Ik denk dat dit ook wel een let it is. Ja, een let it? Ja. Niet echt... Nee, ik hou niet zo van hack and slash, weet je. Kijk, ik wil graag nieuwe dingen uitproberen. En Bayonetta 2, die zit er echt niet in voor mij. Kijk, de nieuwe Xenoblade 2. Geweldig spel mee te beginnen, maar Bayonetta 2. Ik weet trouwens niet wanneer het spel uitkomt. Wanneer komt het spel uit, trouwens? Bijna de 2? Nee, dat weet ik niet. Ik dacht, daar ga jij over. Nee, het spel komt waarschijnlijk uit in 2014. Oké, nu gaan we echt met de laatste onder beginnen. Een spel waarvan we gewoon echt tijd op gewacht hebben. Een system seller van je welste. Ridwan, Super Smash Brothers. Universe. Voor... Wat is dat? Nee, geen Universe. Wel, heb ik de box art gezien? Nee, ze hebben aangekondigd die gay... Ik vond de ontwikkelaar van Super Smash Brothers voor Wii U en die is echt gay. Maar het spel is dus Super Smash Bros. Voor Wii U in DS. Wat vind je al van de titel? Nou, ik vind het sowieso geweldig dat er een nieuwe... Kutitel. Nee, wat vind je van de titel? Wat vind je van de... Oh, dus titel. Kom op man, gaan ze serieus? Ja, voor het is hetzelfde als met Nintendo 64. Ja, nee, dan had het beter U kunnen heten. Super Smash Bros. U. Universe. Ja, Universe. Universe was het beste geweest. Ja, maar dat zegt de hele tijd. Waarom dan voor Wii U? Ik snap wel dat het verwarring zal opwekken voor de consumenten. We hebben maar... de box art toch nog niet gezien. Nee, maar ze hebben de titel aangegeven. Ja, maar de titels veranderen gewoon. Ik denk het niet. Maar wanneer hij iets zegt, die flikker, dan weet hij het ook echt. Hij heeft namelijk ook aangegeven... Ik zal niet als gelijk... Of die man... Is gewoon gek. Die is gewoon aan de drugs. Dat hij er echt in de spel gaat aankomen. Met de titel. Nieuwe Super Mario Brothers. Super Smash Brothers. For Wii U. Ja? Zo ga je het spel niet noemen. Nee. Dat is hetzelfde als Call of Duty Modern Warfare 3 voor Xbox 360. maar oké, we zitten het over de naam te lullen. We gaan nu naar de game. We gaan naar de gameplay en de gameplay
vond ik gewoon niet kunnen. Het spel ziet er grafisch picobello uit, maar als we het gaan hebben over de nieuwe movesets van de personages, tot nu toe vind ik het bagger. Wat vind jij ervan? Pit heeft wel een nieuw speelgoedje, dat wel. En ja. Bowser heeft eindelijk... Bowser kan eindelijk normaal staan. Is hij naar de dokter geweest? Ja, hij is naar de dokter geweest en nu heeft hij geen last meer van rugproblemen, dus nu kan hij gewoon staan. En nu kan hij ook rennen, in plaats van dat schuifelen op de over de grond. Ja, dat vond ik zo stom. Shuffelen. En wat vond jij van de gameplay eigenlijk, movesets die je tot nu toe hebt gezien? Ik vond het wel goed gedaan, maar ik let niet zoveel op. Ik let gewoon dat er een nieuwe spel komt uit een reeks. Ja, dat boeit me wel. En eindelijk, er zit Mega Man. Dat heb ik al zien aankomen. Ja, Mega Man zit erin, Villager zit erin, en de Wii Fit. En de Wii, ik stap er echt de ballen van. De Wii Fit. Nee, sorry. De Wii Fit personage. De Wii Fit vrouw, man. Ja, ik. De Wii Fit. Dat vond ik zo stom dat ze dat hebben geshowt. Ja, maar hij heeft ook gezegd, niemand verwacht gewoon dat die erin komt zitten. Niemand heeft Waarom verwacht. Zou je het verwachten? Waarom? Niemand wil die personage ook. Straks heeft die personage de meest ownende Smash. Nee, wacht even. Heb je die Smash gezien? Ja, die was wel owned. Oh, die was owned trouwens. Nee, maar wacht even. Ja? Je moet niet zeggen, niemand zag het aankomen. Niemand wou het. Dat is het. Ook dat. Ook zo. Nee, niemand zag het aankomen. Hoe kun je nou verwachten dat iemand van Wii Fit daarin zou komen? Dat kun je niet verwachten. En hiermee is ook gelijk aangekondigd dat de Final Smash zijn trouwens. Luister. Ik wil hiermee ook aankondigen dat de Final Smash gewoon terugkeren. Zeg maar die Final Smash. Ja, dat weet ik. Want ik zag in de intro zag ik Samus zijn Final Smash doen. Inderdaad. Kijk, Villager, dat was een... Nah. En dan heb je Wii Fit personage en dat was zo... Nee. En heb je Mega Man, die was holy shit. Hij gebruikt dezelfde movesets als vroeger, dat is gewoon nostalgisch. Hij gebruikt de movesets van de eerste Mega Man. Inderdaad. Niet alleen maar van de eerste Mega Man. Nee? Nee, niet alleen maar. Maar in ieder geval geweldig spannend uitkijken. En wat ook vet is, is zeg maar, dat vind ik een goede toevoeging. Nou, ik weet niet of ik het leuk vond. Uitgeleid gebeurt niet meer. Als je bij Brawl soms, dan gleed je random uit. Maar dat gebeurt niet meer. De ontwikkelaars zeiden, nee, dit doen we niet. En de Wii U versie bevat geen touchscreen controls. Dat heeft ze gewoon uitgedaan. Dat maakt niet uit. Want ze wil het gewoon gelijk hebben. Ja, iedere speler moet gewoon gelijk zijn. Natuurlijk, ja, want zo hoort het. Brawl moet iedereen kunnen spelen. Wat ook een minpuntje is... Universe, sorry. Wat ook een minpuntje is... Nee, wacht, voor Wii U, sorry. Wat ook een minpuntje is, is dat de 3DS versie niet gelijk kan spelen met de Wii U. Dus bijvoorbeeld, je kan niet met hetzelfde scherm tegen elkaar spelen. Ja, maar ik kom voor de Wii U. Maar, daar even zo op. Maar ik vind het wel jammer, ik hoop om te zien dat je de 3DS als controle kan gebruiken voor de Wii U. Maar het was wel vet met de trailer. Je ziet Village en dan denk je... En dan zie je opeens Mega Man en die gooit zijn Razor Blade naar Mario's kop en dan denk je, holy shit. De graphics zagen er fantastisch uit. Voor de DS ik hoop natuurlijk dat er meer characters aankomen. Want ze hebben Donkey Kong echt eng gemaakt. Dat is hetzelfde als een Brawl. Ja, precies. Is hetzelfde als een Brawl. Maar dan bijvoorbeeld van, dat is Lucario. Ja? Nee, wat? Laat even wat we gaan. In de eerste Super Smash Bros. Voor de Nintendo 64 had je gewoon Pikachu. Ja. Voor Super Smash Bros. Melee had je Pichu, Pikachu en Mewtwo. Ja. Voor Super Smash Bros. Brawl had je Pikachu en Lucario. Ja. Dat had Jigglypuff. En Jigglypuff. Die had je in Melee. En Pokémon Trainer. Die had je in de eerste Super Smash Bros. En Melee ook trouwens. En Pokémon Trainer. Die Pokémon Trainer had je ook in Brawl. Ja. Maar voor de Universe, dat verwacht veel meer. Ik verwacht sowieso Pikachu. Dan mogen ze Jigglypuff eruit halen. Pikachu, natuurlijk zit hij erin. En ik verwacht Zoroark ook in de vervangst met Lucario. Dat verwacht ik echt. Dat weet ik niet. Maar wat ik denk, is dat ze de nieuwe Pokémon gaan gebruiken. Niet die van Black and White, maar de nieuwste. Weet je wat ze moeten doen? Ze moeten de nieuwste van Mewtwo laten spelen. Mewtwo. Ah, godverdamme man. Dat moeten ze gaan doen. Nee, dat verwacht ik wel. De kans is klein, dat weet ik. Maar wat ik zelf verwacht, is dat ze nu een vecht Pokémon kiezen van X en Y. Ja? Dat denk ik. Oké, dus even op bereik. De spellen gaan dus Super Smash Bros. Voor Wii U heet en Super Smash Bros. Voor 3DS. De 3DS-versie is heel anders tegenover de Wii U-versie. Graphics zijn vooral anders. Vooral de graphics van de 3DS-versie is meer cartoonish. Van de Wii-versie. En wat is het? Het is een get-it. Ja? Voor mij is het ook een get-it. Maar kijk, de 3DS, ze hebben dat heel outline, zeg maar. Ja, precies. Outlines, die hebben ze heel dik gemaakt, expres. Omdat het heel erg uitgezoomd is en dan kan je precies zien wat je personage doet. Ja, sorry, ingezoomd. Dan kan je precies zien wat je personage doet en zo. Klopt. Dat is toch nog leuk. Andere stages die zeg maar zich aanpassen, maar gericht hebben op de spelletjes die voor het console uitkomen. Voor de Wii U zijn er meer stages voor de Wii U. En voor de 3DS meer stages voor de spelletjes die voor de 3DS uitkwamen. Wat voor verschillen nog meer? Is het DLC content?
Ja, dat, daar hadden ze over gedacht. Ik hoop dat ze, ik hoop dat ze DLC konden maken voor bepaalde characters. Ik ook. Dat zo, hoop ik echt, want die komen er meteen. Zou heel leuk zijn. Je bijvoorbeeld van oude characters uit Melee, weet je wel? Zoiets. Roy. Gewoon oude... Nee, Mewtwo. Dat was de ik vond Mewtwo en Roy de best personages in Melee. Maar ik wacht, het spel... Dat Bela nooit zou weten, want hij heeft geen memory card in die tijd. Nee, inderdaad. Ik heb een trauma van mijn leven. In ieder geval, Super Smash Bros. Voor Wii U is voor mij echt een duidelijke gadget. Ga je de 3DS versie halen of de Wii U versie? De Wii U versie, ja. Ga je de Wii U. Ik ga ook de Wii U versie halen. Het spel ziet er gewoon fantastisch uit. Ik komt denk... uit en hij komt uit in 2014. Inderdaad. Dat is jammer. Maar... De enige spel die mij aanspreken dat hij alleen maar in 2014 uit kan aankomen. Dat is gewoon, ja, maar dat is ik denk cool. Dat dit wel het einde van de podcast is, of niet? Ja, behalve Pokémon. Op het moment hebben we trouwens 80 abonnees en daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. We hopen natuurlijk meer abonnees. We hopen natuurlijk de 100 te bereiken ooit op een gegeven moment. Inderdaad. Nou, in ieder geval, dit was dus de podcast. Wij bedanken jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Yo! Yo.